Sorry, maar dat is nou eenmaal het probleem als ik er niet ben. Dat kan niet. Er moet iemand zijn met de stelling van niemand is onmisbaar bestaat niet. Nee, ik ben het weekend binnen Engeland. Zijn er echt mensen? Ja. Ik kan het nog niet Oké, goed. Goedemorgen iedereen. Ik wil beginnen. We zullen vandaag dus doorgaan met de Gemara in Psachim. Nadat we vorige week iets makkelijker hebben gedaan vanwege Yontef. We hebben over Eeuwig Tafsirin gesproken. Maar ik wil even toch ik vind het een interessante kwestie. Ik heb gisterochtend geluisterd naar de shiur van, dat doe ik wel regelmatig moet ik zeggen, van Wim van Dijk. Ik vind dat hij altijd heel aardig en een beetje provocatief de dingen brengt. En gisteren heeft hij het gehad gedeeltelijk over het Tsimtsum, de beperking. En ik heb daar zelf onlangs, nou dat is een tijdje geleden, een bepaalde shiur over gegeven. Die dacht ik, misschien is dat leuk om toch even ook hier ter sprake te brengen. Tsimtsum betekent beperking. En tsimtsum is een term die de kabbalisten gebruiken. In de kabbala wordt dat gebruikt. En daarmee bedoelen ze eigenlijk dat de situatie waarin Hashem, Makos Borgu, die dus totaal niet concreet is, niet grijpbaar is, niet materieel is, zich, laten we zeggen, neerlaat, om het zo maar eens te noemen, om zich bezig te houden met dingen die tijdelijk, dus concreet, dus materialistisch zijn. En wat is dus de essentie van deze gedachte? Ik ben naar gefietst, dus hij moest vandaag niet meer. Moet ik wachten? De essentie van die gedachte is de volgende. De schepping van de wereld is een situatie geweest, al dus de Kabbalah, waarin Hashem zich als het ware een bepaalde periode beperkt heeft. Dat wil zeggen, heeft zich heeft zich gefocust op het maken van de materiële wereld. Want alles in de wereld is dus tijdelijk. Hè? Alles is grijpbaar, alles is materieel. En alleen het geestelijke is niet grijpbaar. En het maken van het zich bezighouden met het grijpbare, met het concrete, dat is een situatie waarin Hashem zich als het ware dus beperkt uit zijn tot voor ons eigenlijk niet begrijpelijke zesde dimensie, beperkt tot onze drie... Of nog hoger dimensie. Ja, of nog hoger. Beperkt tot onze drievoudige dimensie om de aarde te scheppen. En na zes dagen heeft hij dus de schepping beëindigd. En toen heeft hij dus gerust, hij heeft zich weer teruggetrokken uit de beperking naar de eeuwigheid en de beperkte wereld overgelaten aan de mens. En dat is nu, en daar gaat het om. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik dacht dat je vandaag naar de dokter moest, maar dat was het niet zo. En dat is nu, en dat is het interessante, dat is de essentie van de Shabbos. Shabbos mag je dus geen werk verrichten. Dat heeft niets te maken met lichamelijk werk. Ik mag best een kast verschuiven, bij wijze van spreken. Maar ik mag geen werk verrichten waarin ik iets van materie, iets creëert. Dat is om de mens als het ware iedere zes dagen te confronteren met het feit dat de Kodesh Baruch Hu zich teruggetrokken heeft uit zijn tsimtsum, uit zijn beperking naar de eeuwigheid terug, dat wij mensen beseffen iedere week dat dat eigenlijk de essentie van het leven is. Alles wat wij in deze wereld willen vergaren, of aan materiële dingen willen hebben, of aan leuke dingen doen, of wat dan ook. Het is allemaal iets tijdelijks en het is niet iets blijvends. En de Torah is dus iets blijvends. En dat is de sfeer die de Shabbat moet hebben. En daarom is de Shabbat in wezen, want dat is halachisch, is dat zo. Mensen
realiseren dat eigenlijk niet zoveel, maar halachisch is de Shabbat ver verheven boven alle andere Yom Tovim. Staat veel hoger dan ieder Yom Tov. Mag ik iets zeggen? Ik vind dat het raar. Je mag bij wijze van spreken op Shabbat je hele huis verplaatsen, laten we maar zeggen. Alles. Maar als er toevallig een, ja, zeg maar een poot van je tafel moet worden gerepareerd, ja, nee. Dat mag weer niet. Ja, nou goed, nee. Ja, dat nee, is ja, al nee. Bouwen. De bedoeling ik mag alles van boven naar beneden. Ja, kijk, er moeten natuurlijk in deze materiële wereld van je leven moeten regels worden gemaakt. Goed. En die regels zijn op Shabbos dus met de vier gebieden en wat je thuis mag doen. Ja. Maar de essentie van de Shabbos is niet dat je een kast gaat. Je bent daar niet in overtreding wat de halacha betreft, maar je voldoet niet aan de eis van de Shabbos. Als je de hele Shabbos in bed gaat liggen, slapen, heb je niets gedaan wat fout is. Maar je hebt niets gedaan wat de essentie van de Shabbos is. Dus hoe meer je de Shabbos kunt verheffen tot een dag van echt een spirituele bezigheid, en het niet doen had, hoe beter het is. Maar er zijn een aantal dingen die inderdaad materialistisch, concreet zijn. Zolang je niet iets schept, iets nieuws. Hè? Dus als ik een kast verschuif, dan ik schep niet iets nieuws. Maar als ik iets nieuws schep, dan hoef ik niet eens, ik moet alleen maar met een naald en schaar iets te naaien te maken. Dan is dat een isodoreise. Ja. Waarom? Ja. Niet omdat ik echt werk verricht heb. Ik ben daar totaal niet vermoeid van. Maar ik heb iets nieuws gemaakt. En het nieuwe maken, dat moet je nu doen. Nee, maar ik kan je het voorbeeld geven. Vorige week Shabbos ook. Die Shabbos Erev Jonte was bij mij in Sjoer. En ik had een aantal mensen dus ook klapstoeltjes. En eentje nam dus een klapstoeltje waar opeens de leuning afging. Nou, die stoeltje hebben we weggezet. Dus ik zie nou niet het probleem om eventjes die leuning erin te doen. Dat mag toch? Nee. Nou, die leuning, dat mag niet. Want ik had nog een paar stoelen over. Maak je een praktisch een handeling waarmee je... Ja, het is de laatste handelsaar. Mag je überhaupt een klapstoeltje gebruiken? Ja, waarom niet? Nee, maar kijk, daarmee, als je dus die learning maakt, dan voleindig je daarmee een niet bruikbaar. Maar dat zijn dus detaildingen. Nou goed, dit is een detail. Ik mag al die stoelen van de ene kamer naar de andere kamer schleppen, maar opeens staat zo'n dingetje eraf en... Dat mag je niet eventjes... Maar dat is om praktische redenen. Je moet er deze dappie... Dit zijn helemaal onmogelijke dappie. Ja, vertel me niks van de dappie. Ja. Okay. Ik heb een vraag. Zou je de snoken op verschillende plaatsen gebruiken? Dat met de zoeken... Het woord geschreven, grote snoken. En zou je een man zeggen, als je het openklapt, dan verbreek je een woord. En als je het dichtklapt, maak je een woord. Dat heb u gewoon. Je mag nog een boek openen. Had het over met melken. Ja. Dat het voor niet-Joden zou zijn. Wat dan zo is, is dat mensen erop letten. Om bijvoorbeeld niet een taart aan te snijden door het woord mazel tov. Ja. Nee, omdat je letters maakt, dat zijn allemaal van hier rand. Nee, maar met dat soort dingen. Excusee. Hij heeft ook een voorbeeld. Herman Loonstein had het op de Sjoer bij Paul over Erev Minagai. Dat melken is Erev Minagai voor niet-Joden. En ik weet niet waar het vandaan haalt en zo. Maar dus ik zeg, nou, geef je dan je niet-Joodse medewerkers, mogen die dan geen melk, weet je? Ja. Maar de vraag, wat is de... Het is een bepaalde manier van doordenken, rechtlijnig doordenken. Ja, maar... Wat is de ultieme consequentie en waar begint het absurde? Ja. Dat is voor ons niet allemaal gemakkelijk. Nee, dat is heel moeilijk. Ik heb de vraag gesteld en niet, of tenminste, ik stel mij de vraag en ik kan hem niet beantwoorden. We zijn nu bezig met Davyomi en er zijn allemaal dingen van die huwelijken, ik zal er niet in details gaan. Huwelijken die niet mogen. Maar wat is de achtergrond daarvan? Kijk, bijvoorbeeld het meest voor de hand liggende
begrijpelijk voor iedereen voorbeeld. Je mag niet trouwen, tegelijkertijd met twee zusters. Ja. Maar wanneer de echtgenote, zal niet gebeuren, overlijden, en je wilt trouwen met haar zuster, geval Wiegel, hè? Ja, geval Wiegel. Ja. Ja. Mag dat? Ja, dus is dan toch niet de oorzaak, de reden, de incest van... Dat Rachel overleden is bij binnenkomst in Kanaan. Ja, maar dat is nog voor de Torah. Dat wordt allemaal gevonden. Ja. Maar de reden is, er zijn heel veel dingen waarvan we niet weten. Oh, moet je dan maar beantwoorden. Want ik heb vroeger altijd gedacht, het heeft te maken met incest, met, laten we zeggen, het is niet gezond, want als je familie van elkaar bent, kun je... Maar dat is het dus niet. Dat is als je het... hoe heet het? Je mag niet met je tante, maar wel met je oom. En, maar ik mag wel met mijn oma trouwen. Nou, dat mag ook niet. Van plan met als te vaak die families leven. Dan heb je dat met je schoonmoeder te trouwen. Ja, tegenwoordig. Ja, dat wel, maar... Het missen zegt, dat het bekende missen zegt, degene die zegt, het is een daad van barmhartigheid dat Hashem heeft geboden dat je niet de moeder wegstuurt uit het nest. Ja. Kinderen die dat zegt, mag niet voordat, maar mag niet. Die moet eruit gezet worden. Want dat weten we niet nog. Ja. Maar goed, we gaan wel even door met Sagim. En we zijn dus, even heel snel herhalen. Er is een meningsverschil tussen Chizkia en Abau. Chizkia zegt, veel begrijpelijker voor ons. Ik zou zeggen, maar veel begrijpelijker, waar je staat, lo je acheel, de fniffelvorm, dat is, je mag en niet eten en geen hanoa hebben. En waar alleen maar staat, lo togal, is alleen eten verboden. En Abau is veel moeilijker te begrijpen. En die zegt, nee, alles waar het werkwoord agal gebruikt wordt, ook de kalvorm, isura gila en isuhana'a. En al wanneer dus, dat kan natuurlijk, er zijn zo vaak dingen die, lotogal, die mag er niet eten staan, waarvan we heel goed weten dat je best ganoa van mag hebben. Daar moet overal een extra poshoek voor gezocht worden van hem om de ganoa toe te staan. Volgens Chizkia hoeft dat maar niet te zeggen, waarvoor moet je dat zoeken? Ik heb al die tamtam van jou niet nodig. Ik zeg gewoon, je ageel is allesomvattend en lotogal is alleen maar eten. Oké? Okay? Goedemorgen, dokter Bio. Dat is natuurlijk, de lotto was ja, die begrijp wie mo, dan is er nog een extra fase bij, ja. Ja, maar dat zijn lotto was ja, die begrijp wie mo. Ja. Maar komt wel die dingen, alles... Je krijgt niks cadeau op dat duur. Alles. En dan moeten we kijken bij... dan moeten we even beginnen bij... Gaf Beet. Omoed. Omoed Olif. Dat heb ik voor me. Ik heb voor me, ja. En bij de vraag van Matif Rab Yitzchak, Haren Gita Nashek. Ja? Dus we hebben tot nu toe gehad, even nog in de herhaling, als ik het zo mag zeggen, de algemene aflering van dat je Hanoa mag hebben, zoals Chizkia dat leert, omdat er staat, Lotogal Kondemela, La Gera Shebisharecha, herinnert u zich? La Gera Shebisharecha, Tetenenu, Vargala, Omogelonogi, je mag het geven aan een niet-Jood en je mag het verkopen aan een niet-Jood en geven aan een ger. En dan mag je gekruist lezen die pasuk. Dat zien we heel vaak bij halachische interpretaties. En daarvan leer ik dus, zegt Chizkia, dat zo is. Dat je waar staat, lotogal konwela. En hier mag je dus aan de aarde van hebben. Dat is het proto-voorbeeld. Voor alle gevallen dat je Hanaama hebt, als er staat Loja Geel. En dat, en Abraham moet dus heel anders leren. En die leert, omdat er staat bij
Lotto Galdrela. Je mag niet eten, Rela. La Gerse Besorera Tetteneno. Dat is de uitzondering. Anders had ik op Tochal gezegd: je mag ook geen Arno en X hebben. Ja? Maar dit is de uitzondering. Dus die leren er van verschillende dingen. En nu gaat de Gemoor een aantal voor ons soms meer en soms minder bekende passages noemen. Waarin dus staat Lo Tochal. En waarin Abau met name zich moet gaan verdedigen. En moet zeggen: waarom mag het wel? En dan is het typisch een Gemoor lozen. Omdat de Gemoor zich altijd baseert op teksten, zonder, ik heb dat al vaker gememoreerd, zonder dat die tekst de psat moet zijn. Ja? Je hebt er niks mee te maken eigenlijk. Nee. Ja. De woordkeuze alleen al, de verschillen van woorden, hè, de Torah is door HaKadosh Baruch Hu gegeven, en ieder woord kan zijn betekenis hebben, dus kan ik ook uit ieder woord een bepaalde lering trekken. Dan is... Ja, het is, al is het maar een een aanleuning tegen de Torah Shebaal Peh. In de tijd van de Gemoren. Wij mogen het niet zelf interpreteren. Nee, dat is een ander chapitel. Ander chapitel. Dus nu vraagt de Gemor, Matif Rav Yitzchak ben Afra. Waar staat het? Dat staat op in het midden van Daf Kaf Beit A. Alef. Ja. Matif hier. En hebben die... Wacht even. Hier, klein dank. Hier. Ja. Mutar. Maar de vierde regel van boven. Oh nee, het is Mutar. Ach, vierde boven. Oh, Mutar. Hebben die in de tijd van de Gemoren, hebben die dat zelf geïnterpreteerd? Of hadden ze een overlevering die zegt dit, nee, die zegt dat? Ja. Nou, ze hebben natuurlijk gedeeltelijk zelf geïnterpreteerd. Ook zelf, ja. Maar het is de vijfde regel. De vijfde regel. Maar die vraag is er vanaf. Waar ik niet aan zit, ja. Hoe zit dat nou met, u weet, we mogen niet eten, de verwrongen spier heet dat in het Nederlands, ja. Vanwege de geschiedenis van Jacob en de strijd met de... Zit de vijfde regel gewoon. De zesde regel. Vijfde, zesde regel. Kafbeet. Ja. Kafbeet. Olaf. A. Kafbeet A. Hey, Gita Rashi. Ja, de Rachman Amar, de Torah drukt het als volgt uit: Alkein lo yochlu, is de gewone kalvorm. Alkein lo yochlu, benezer Gita Rashi, en mag niet eten de Gita Rashi. En yochlu is een kalvorm. Ja. En we hebben een Mishne nota bene, Utsinan, we hebben een Mishne, Soleach Adam. Jer de Nochri, iemand mag sturen aan een niet-Joodse bekende van hem een achterbout van een dier, een groot stuk vlees. Dat is het duurste vlees. Van het beste, de Gita Noshé. De Gita Noshé mag het sturen aan je. En de Gita Noshé mag erin zitten, hoeft hij niet geporst te hebben. Met pnees en mekomonikar, ja, omdat... De plek, het is herkenbaar waar het zit. En als die niet-Jood het wil geven, weet ik veel aan de Jood, dan gaat het eigenlijk om hier. Dan weet de Jood toch dat hij het eruit moet halen. Nou, ik mag rustig Hano hebben ervan. Dat betekent, ik mag het achterbouwt met de Gita Noshé, mag ik, ondanks het feit dat het misschien zou kunnen leiden tot de misvattingen, hè? Desondanks mag ik het gewoon cadeau geven. Dus, met andere woorden, zie ik dat Gita Noshé moet er maar no is. En er staat nog Lo Tochlu. Meneer Abau, waar blijft u? Ja. Antwoord de Gemara. Ja, zal je antwoorden. Kassava Rababau. Rababau is van mening. Kishehutra. Kijk, nu krijg je echt heel specifieke... detail antwoorden. Kishen Hutra Nevela, toen de Torah toegestaan heeft, want dat is een bekende pasuk, Lotte Gloekon Nevela, La Gera Sebisharega, met de dingen wij, je mag een Nevela niet eten, maar je mag wel een haar van hebben. Toen de Torah toegestaan heeft, Nevela, hi, Begelba, de Gida Hutra. Toen heeft daarbij ingesloten, was de hetter, van de Nevela zelf, Gelba,
haar vet, letterlijk, de Gita en haar Gita Nashe. Met andere woorden, de Gita Nashe is een onderdeel van een Nivela stuk en in principe mag je daarvan aan hebben, want voor de Nivela zelf, dat is, staat boven kijf, dat was onze helemaal uitgangspunt begin, daar hebben we een pasoek van dat dat mag. He? De Lehi leert dat, Rabbi Abbao leert dan van La Kelef Tasligoto, en Giske leert het van Lotoglu Kolon Nivela, maar Nivela is Mutawana A, en daar zit Gita Nashe bij. Dus, met andere woorden, de... Is een kabelgam, hè? Want als de, van de Nivela mag je er een A van hebben om het weg te geven. Dan mag je een... coachergeslacht, die mag het zeker doen. Ja, maar dan heb ik hem overbrengt niet als, als kabelgam. Nee, maar breng het. Het. Ja, ja. Ja, maar als je de, koosjegeslacht de, melk koopt, mag dat niet. Maar de, en als ja. je een cijfer varkenmelk koopt, mag dat maar, niet. Maar waar het om gaat, is dat ik hier uit de Mishnah een reden zie dat de Gita Nashe Mutawana A is. En dat ik daarmee de uitspraak, of de politiek van Rabbi Abbao, die zegt dat er staat, Loto Glu, je mag niet eten van de Gita Nashe, je zou gewoon moeten zijn. Wordt door die Mishnah opgeheven. Die Mishnah zegt, ja, hier geldt het niet. En zo gaan we dus een aantal dingen afstrepen die aanvankelijk lijken in tegenstelling te zijn, niet te passen bij de mening van Abbao, en waar je dus overal moet laten zien dat het in dit geval, in steeds alle gevallen waarin je denkt het is niet goed, dat het toch goed komt. Dus je moet je goede teksten kennen natuurlijk van de Torah, want daar kun je, daar kun je rechts en links mee de ander om de oren slaan, om het een beetje plastisch uit te drukken. Ja? Dus, en nu zegt de Gemara, ja, ik ben nog lang niet tevreden. Ik vind dat geen antwoord. Haniga, dat wat jij zegt, dat is de Gita Nashe is ingesloten in de Nivela, in het toestand van de Nivela, dat komt goed uit. Le manda maar, degene die zegt, Jezus begidin benoten ta'am. Dat wil zeggen, een Gita Nashe heeft een smaak. Dan moet ik even het volgende zeggen. Er is in de Gemara, überhaupt in de Halacha, is er een meningsverschil over of een Gita Nashe wel of niet vlees is. Of daar een vlees aan zit wat eetbaar is of niet. Niet iedereen is daarmee eens. Sommigen zeggen, het is een verwrongen spier of een zenuw eigenlijk. En het is niet iets wat eetbaar is. Eén begint niet met een taam. En de andere mening is, Jezus begint niet met een taam. En Giet en Hashé is iets wat vlees heeft. Dus wat zegt de Gemara nu? Als je deze meningsverschil erbij trekt, dan volgens degene die zegt, de Giet en Hashé is gewoon een stuk vlees en is eetbaar, dan kun je dat zeggen. Net als de Vela toegestaan is, maar de Vela is uiteindelijk ook eetbaar voor degene die het mag eten. Ja? Daar is Giet ingesloten. Maar als ik zeg, Gita Nashe is iets wat niet valt onder vlees. Ja, ik weet niet, is de Gita Nashe die bij Porsen, is dat alleen een zenuw of zit daar, ik ben er nooit bij geweest. Bij Porsen, ja. Toch niet geloof. Niet meer. Nee, het wordt niet gedaan meer. Maar in Israël wel. In Israël, ja, wat dan? Het werd gewoon weggooien. In Nederland wordt de achterbouw wordt niet gegeten. In Israël wel. Dat ook niet? Nee, wordt nu niet meer gedaan. Maar een tijd lang werd het geporst. Ja, dat is het geporst. De vader van Shlomo Albeck, die heeft hier geporst. Ja. Dat is niet zo eenvoudig. Nee. Want dan moet al die ik geloof dat het een zenuw is. Maar, een heel speciale. Ja, en wat is zo'n zenuw? Hoe functioneert dat in het lichaam? Zenuw? Nou, moet je mij niet vragen. Ik heb zoveel. Ja, misschien een pees, denk ik. Ouderwetse telefoon, hè? Nee, het is een spier. Het is een spier. En ik las niet lang geleden dat er in Israël specialisten zijn die achterbouw dusdanig kunnen bewerken dat ze inderdaad alles rondom de Gita Nashe eruit halen en dat dan vervolgens de achterbouw gewoon gegeten wordt. Ja, ja, dat is ja, natuurlijk, ja. Natuurlijk, ja. Nou, je spreekt jezelf tegen, meneer Leven, natuurlijk. Maar goed, nee, in ieder geval, 1 minuut geleden zeg je... Ja, ik ben geen veterinair.
Ik dacht geen rommel. Ook geen zout, maar in ieder geval, volgens degene die zegt, Gitanacee is helemaal niet eetbaar, is gewoon een zenuw. Daar kan ik hem niet in gaan calculeren bij een villa, want dat is een apart iets. Ja, maar niet, kan dus ik, dit is een niet, ja. niet helemaal rondmakende reden om die vraag te beantwoorden. Dat bedoelt de gemeente. De vraag is dus de zenuw, ik denk dat het een pees is. Een pees, ja. Nou hier, de pezen. De pezen zijn niet eetbaar. Die worden geporst, die halen we eruit. Ja. Natuurlijk. Nou, maar waarom gebeurt het dan hier niet? We Porsche omdat het te moeilijk is en omdat het vlees makkelijk verkocht kan worden. Ik heb wel het heel moeilijk te zeggen. Je zegt het hier naar buiten gaan. Nee, maar even. Het mooiste kostbaarste van het roer. Ja, het is mooi. Maak je kapot. Ja, en als hier altijd goed contact het is met commercieel met de boys. Dus die kochten die achterbouwt wel. Oké, goed. Die kon je beter verkopen. Want zij hadden er meer Ja. Dan maar het is het beste vlees. Het schijnt dus dat moeilijk was om te koeren. Ja, maar het is moeilijk. Het levert zo veel op. In landen waar ze dus niet die goede contact in Spanje ze met de boeien hadden in bepaalde eeuwen. Dat ze daar wel deden. Ja. Ja, maar het is het beste vlees. Dus waarom mogen wij nou het beste vlees niet eten? Omdat het te moeilijk was om te porsen. Ja, maar er zou heus iemand zijn die goed kan porsen die het wel kan. Ja, maar dan moet je er helemaal voor verschillen. Ja, maar er zijn weinig mensen die dat vandaag omdat het heel moeilijk. Zijn heel moeilijk. Ja, maar goed, dat is te leren. Dat is te leren. Nou, oké. Wat zeggen we als antwoord nou, om het rond te maken, volgens degene die zegt, Gitanacee is niet eetbaar. Ja. Hoe antwoord te horen, dan ga ik je eventjes vertellen. Man Shamatle, wie is degene die ons laat horen letterlijk? Wie is degene die ons leert, daar maar één begidimul in taam? Het heeft inderdaad, het is zonder smaak. Rabbi Shimon, dat is Rabbi Shimon, dat weten we, de Tanja, want we hebben in de Parijse geleerd, haogel mi gitanasheh shel bimat zmea, iemand die eet een gitanasheh, ja, van een onrein dier, Rabbi Yehuda Mechayv Shtayim, volgens Rabbi Yehuda heeft hij twee overtredingen gedaan daarbij, Rabbi Shimon Poter, ja. Poter, zeg wat? Rabbi Shimon Poter, ja. Ja, wat zegt Poteer? Rabbi Shimon, heeft hij er maar één overtreding gedaan? Of wat? Nee, helemaal niks. Heeft niks gedaan. Helemaal niks gedaan. Niets. Ja, dat Poteer stelt de tweede kwijt of allebei kwijt? Nou, ik vraag me wel. Nee, wat? Nee, hij heeft niks gedaan. Niks verkeerd gedaan. Niks verkeerd. Kennelijk. Beide niet. Hey, Rabbi Shimon zegt, je bent helemaal voor niks schuldig. Waarom niet? Misschien was het bema tumea over vanwege het eten van vlees van een onrein dier ben je poter le fiche een begidin menot en taam. Omdat de giet hanashee, de giet is niet iets wat smaak geeft. Dus je hebt helemaal op de keper beschouwd niet iets gegeten wat eetbaar is van dat tumeie dier, van het onreine dier. Dus kun je ook niet schuldig zijn voor het eten van vlees van een onrein dier. Ja? En vanwege Gitanacee, het eten van ben je ook poter. Waarom? Omdat de Torah alleen verboden heeft een Gitanacee van een rendier. Van een rendier. Dus wat zie ik? Rabbi Shimon is degene die zegt één begidin menot en taam. Daar concludeer ik uit. Rabbi Shimon moet dus van mening zijn één begidin menot en taam. Het heeft geen smaak, het is dus geen vlees. Rabbi Shimon, haginami de asar. En dus is Rabbi Shimon ook degene die inderdaad Kit Hanashee verbiedt met Hana'a. Hij verbiedt het. Ja. Hana'a. De Tanya Kit Hanashee mutarba na'a de Rabbi Yehuda. Volgens Rabbi Yehuda is het mutarba na'a, want hij zegt het is wel vlees. En dan valt het onder de wela, wat eetbaar is. En dan mag je dus hanoor van hebben. Ja? En Rabbi Shimon verbiedt Gitanacee. Waarom? Omdat dat lojochlu Gitanacee, dat gaat alleen. Kolel gam iso hana'a, kegersel Rabbi Yehuda. Dat past per Rabbi Abahu. Maar dat is niet eetbaar. Het is dus niet. En niet, dat betekent dus, het valt niet
onder wat we daar net gehad hebben, waar we gezegd hebben, we hebben toch in het begin hebben we gezegd, die degene die eet, hoe was het bij het begin? Degene, Rabbi Abou zegt, toen Nevela toegestaan is om te eten, is Gitanase ook toegestaan te eten. Omdat Gitanase vlees is. Ja. Maar volgens Rabbi Shimon is het niet zo. Dus de hele reden dat er wel toegestaan is, de hele reden dat het niet toegestaan is, is Rabbi Shimon. Omdat Rabbi Shimon zegt, Gitanase is geen vlees. Dus de vraag van, dat komt goed uit, volgens degene zegt, Gitanase is vlees, dan mag ik zeggen, het valt onder de Wela. Maar volgens degene die zegt, het is geen vlees, valt het er niet onder. En wie is dat? Dat is Rabbi Shimon. Mag je wel dus een vlees hebben dan? Mag je wel een voordeel hebben van de Gitanase volgens? Dat is dus tweeledig. Ja, want je verkoopt het. Ja, wij Pasken... Je mag aan alles van Gitanase, je verkoopt het. Wij Pasken en sowieso... Volgens mij, ik zeg dat wij Pasken en volgens mij gisteren. Je verkoopt het hele wat heeft die nog aan? Wij Pasken en niet aan. Nee, wij Pasken en aan. Volgens Gischia die sowieso, Matthias is omdat het staat Lotto Gal en niet Loja Geel. En we zijn ook een Matthias volgens Abou, omdat we niet Pasken en volgens Rabbi Shimon, maar volgens Rabbi Yehuda. En volgens Rabbi Yehuda komt het wel uit. Maar we hebben dus een aanknopingspunt. Als ik hem mogen zeggen, wat doen we dan volgens degene die zeggen het is geen vlees? Er is inderdaad iemand die dat zegt. Dat is Rabbi Shimon. Ja. En die valt hier af. Dat ik nu begrijp, dat je dus in sommige gevallen een voordeel mag hebben van Gitanase. Ja. Terwijl het geen smaak heeft. Dus je ziet ook, de Mishnah zegt, je mag het sturen aan de achterbouw met die Gitanase. Ja, en volgens wie mag dat? Volgens Rabbi Yehuda. Heb je voordeel van de achterbouw? Waar dat toevallig de Gitanase. Nee, dat mag erbij. Dat mag er expliciet bij. Ja, volgens Rabbi Yehuda. Die Gitanase smaak niet. Heb je niks aan. Dat zegt je weet niet wat zij daarmee doen. Misschien maken ze de soep van. Heb je gelijk. Als je pannen ze hebben, Shimon, ja, maar dat kunnen ze toch of van de hond geven. Mensen kunnen toch aan niet doen. Ja, dat is het. Dat weet ik niet. Het schijnt niet zo makkelijk te zijn om daar een antwoord op te geven. Je kunt zeggen, is dat niet een meningsverschil over een metziut? Maar dat schijnt toch niet zo makkelijk te zijn. Misschien valt het van sommige mensen eten het wel, sommige mensen eten het niet. Het is maar net hoe, ja. Ja, moet je horen, over smaak kan je het valt niet te twisten. Ik heb eens een keertje een collega gehad en ik heb hem laten proeven onze kalfsham. Hè? Want ik weet hoe ham smaakt. Zegt hij. Ja. Dus heeft die kalfsham heeft hij van mij gekregen. Dat heeft hij geproefd. Boterham met. En toen zei hij, het is lekker, maar het is geen ham. Ja, ja. Nee. Verder kan ik ook niks mee doen. Ah. Voor degenen die op Zoom zijn, laat ik even die foto zien van die Gitanase. Ja? Draai me even om. Hier. Oh, wacht eventjes. Even wachten. Kan je hem even... Ik krijg hem niet... Niet groter. Nee, want hij is een rama. Ja. Dan moet ik hem als ding als doen. Sorry. Ik geloof het wel. Moet ben een chirurg zijn. Het mooie hier is van dat de tegenwerping van de gemoren. Wat doe je dan met degene zegt dat de Gitanase is geen eten? Dan valt het toch niet onder de hetter? Wat doe je dan volgens die? En is het antwoord van de gemoren? Inderdaad, volgens die moet je dus zeggen dat het verboden is. Ja, natuurlijk. Dat is Rabbi Shimon. Ja. Omdat het valt niet onder het eten, onder geen eten. De Gemoor heeft wel goed gevraagd, wat doe ik met degene die zegt, het is geen eten? Dan, als je dat zegt, dan valt het toch buiten mijn toestemming. Dan past het toch niet te zeggen, je mag het niet eten en geen hano hebben. Ja, dat komt alleen uit van Rabbi Shimon, die zegt, het valt niet onder eten. Het heeft een heel aparte ding. Dus die vraag van jou, weg. Ja, oké. Vraag de Gemoor verder. Baharidam. En hoe zit het dan met bloed?
De Rachmana Amar, Kol Nevis Mekem Lotog Adam. Er staat toch in het pasuk, niemand van u mag eten bloed. Utenam, maar, dus dat betekent dus volgens Abau, je mag ook geen Anoa hebben, hè? Ja? Geen Anoa. Ja. En hoe is het met een bloedtransfusie? Ja, er komt zo uit dat het zo gaat. Ja, dat is het. Dat is geen Achila. Dat heb je nog nodig. Ja, dat is geen Achila. Maar we zijn nog niet zo ver. We zijn nog niet zo ver. Nee. De Elo van Elo, zegt de Mishnah, zegt in Yuma, brengt de Mishnah, dat bloed wat over is van offers en dergelijke, om met Arwin, Barma, en dat vermengt zich met water in die beekjes, die kennen, waren een aantal beekjes die wegliepen van de Harabait naar beneden toe. En bloed die vermengd waren met dat water, wiot ze in de Nagal Kidron, en dat stroomde weg naar Nagal Kidron. Die bestaan niet meer, hè? Die stroompjes. Die zijn dicht. Ja, die Nagal Kidron, die bestaan nog, ja. Nagal Kidron wel, ja. We nemen Karin, dat mag je verkopen, le Gananin aan tuinlieden, le Zebel, voor mest. Ik moet denken aan, hoe is het hier, we zijn ze bezig. Hier hebben ze toch die grote ruzie in de regering. Stikstof. Omoalimbo. En als je het gebruik maakt terwijl het nog hectus is, dan pleeg je meila. Dat wil zeggen, je maakt op verboden wijze gebruik van het bloed. Dan maak je gebruik van dingen die een hectus toebestaan. Maar in principe zie ik dus dat je mag er gebruik van. Je mag er nodig van hebben. Zegt de Gemara, Shani Dam. Ja, en Shani Dam. Ja, maar Dam heeft weer een andere reden dat het wel zou mogen, volgens Rabbi Abau. Omdat er staat, de Itkash Lemayim. Want het wordt vergeleken met water. Want er staat een pasuk, Lotte Galenu. Je mag niet eten bloed. Ala Ares, Tis Begenu Kamayim. Je moet het dus weg op de grond laten wegvloeien, zoals water. Maar Mayim moet daar, en net als water toegestaan is om daar Hana'a van te hebben natuurlijk. Van water mag je Hana'a hebben. Afdam moet daar Hana'a. Deze hekjes van Tishvagenu Kamayim, die betekent dat je ook in dit geval, is deze pasuk een reden om te zeggen, je zou gedacht hebben, Dam is ook verboden bij Hana'a, want er staat Lotochloeradam. Maar vanwege de vergelijking met Mayim zeg ik, nee, dat is de reden dat je bloed toch mag gebruiken en Hanoa van mag hebben. Zoals de Mishnah zegt, je mag het gebruiken van voor mest en dergelijke, waarvoor men bloed zou kunnen gebruiken. En dit is bloed van slachtdieren of menselijk bloed? Ja, bloed, nee, mensen bloed. Nee, van dieren. Van dieren. Ja. Er staat natuurlijk wel een Damia Nefesh, ja? Damia? Nefesh. Ja. Daar ga ik nu even niet op in. Daar wordt over gesproken, ja. De Ema Kamaim Hamit Nasachim Agabea Misbea. Nou, nu komt de Gemara en zegt, nee. Het wordt vergeleken met water. Het is vergeleken met water, dan doet de posuk mee water wat gebruikt wordt als plengoffer op een mizbeach. En dat is Ozeban Noah, want dat is hektisch. Dat wordt gebruikt voor hektisch. Dus ik ben nog niet klaar met Dam. Amrabi Abau, zegt Rabbi Abau, nee, maar er staat ala aras nesprenu kamayim, en kamayim mag je rustig verklaren als kerofmaïm, als de meerderheid van water, en wat je plengt op het altaar op Sukkot, dat is maar heel weinig natuurlijk. Nee, je mag het vanuit met kerofmaïm. Maar dat accepteert de Gemore niet. De Gemore zegt, nee, midden rofmaïm ketief, staat er dan rofmaïm? Dat staat er toch niet? Dat staat er niet. Dus ik moet een ander antwoord van je hebben. Antwoord de Gemara, el amar af ashi, ik geef je een ander antwoord. En er staat een andere posuk, kemaim hanishpachim. Het
is begenu kamayim, dan zeg ik kamayim hanishpachim. Nishpach is uitgieten en is niet hetzelfde als negasim. Negasim is een plengoffer en nishpachim is weggooien. En dit is dus belo kamayim hanisachim. En het is niet, hier spreken we niet van water wat gebruikt wordt als nesig, als plengoffer. Maar als een pasuk zegt, het is begenu kamayim, dan zie je weer hoe precies de gemoorde woorden interpreteert. Er staat niet, alaas, het is ala aris, weet ik, iets van negasim, van plengoffer. Er staat, het is begenu weggooien. Weggooien wil zeggen, het is vergelijkbaar met gewoon water, niet met nesig water. En daarom mag je dat in principe wel gebruiken. En de vraag van, is het misschien te vergelijken met water van een plengoffer, wat dus niet zou mogen, dat zet ik opzij. De Ema zegt, maar ik ben nog niet tevreden. Misschien moet ik zeggen, kamayim hanishpachim lifnei avoda zara. Misschien moet ik zeggen, ik moet water, dit water waar we over spreken, is water wat gegooid wordt voor het gebruik van avoda zara. Dus dan is echt ozobanoor. Zegt de Gemore, nee, hatam, nami, nisuch, ikre. Nee, want water wat gebruikt wordt voor de avoda zara, wordt ook de uitdrukking nisuch gebruikt. En niet... Ja? Wat gebeurt er opeens? Of ben ik dan? Nee, ik ben niet. De water dat gebruikt wordt voor de avoda zara, wordt ook nisuch amayim gebruikt. Dus jouw tegenwerping van nishpach, dat nishpach kan zijn water wat gebruikt wordt voor avoda, vervalt ook. Met andere woorden, we hebben alle tegenwerpingen hebben we opzij gezet. Dat betekent dus dat dan mag je hanor van hebben, van dan mag je een zonne hanor hebben, want dan wordt gewoon vergeleken met water. En welk water? Dat is het gewone water, al staat er niet rofmayim, maar de andere soorten van water die je niet mag gebruiken, zoals water voor plengoffers of water dat gebruikt is voor avoda zara, hebben we kunnen uitsluiten op grond van de tekst eigenlijk. Dus met andere woorden, ook dat is geoorloofd. Ook dat is toegestaan. En dan vraagt de Gemore nog eventjes. Nu vraagt de Gemore een vraag. Ja, ik ga even terug op Chizkia. En zegt, hoe de Chizkia, die toch Chizkia heeft gezegd, issoer van Achila stam, gewoon eten, is niet ook de issoer van Hana'a. Hè? Dat heeft Chizkia gezegd. Ja. Achila stam is alleen eten verboden. Dat heeft Chizkia gezegd. Als er lang niet staat Jeacheel, ja, is het alleen maar is het eten verboden. Lemai hilgeta itkas, vraagt de Gemore. Hoe verklaart Chizkia dan het stuk wat we net geleerd hebben, namelijk dat je dam met water moet vergelijken? Dat is een hekkes. Een hekkes is een bekende leermogelijkheid om iets toe te stellen of iets te bieden, iets met elkaar te vergelijken. Maar dat is toch volgens die Chizkia, wat doet hij met deze vergelijking? Als ik een leer, laat ik zo zeggen, als ik een definitie heb om iets af te leren door een hekkers, ja, die hekkers is er. Als die hekkers er is, dan zijn er twee mogelijkheden. Of je zegt, Chizkia geeft er niet om, dat is een moeilijk antwoord. Of je zegt, hij moet het voor iets anders gebruiken. En dat is wat we nu vragen. Onze toestaan van bloed voor algemeen gebruik van de bloed dat over is van die dieren, et cetera, voor mest, dat leer ik omdat bloed vergelijkt wordt met maai. Nou, wat doet Chizkia dan met die hekkers? Een mooie hekkers van dam is vergelijkbaar met water. Waar heeft Chizkia dat nodig? Voor wat?
niet om het toe te staan voor Hanoa. Want dat heeft hij al lang toegestaan. Want er staat lotoglu, je mag niet eten, dan maar je mag wel Hanoa hebben. Antwoord de Gemara, dat heeft de Amar Abchia bij Abba Amar bij Yohanan, Nidai Ledam Kolosim, Sheeno Machsia, omdat het staat lotoglen aan het is voor Hanoa. Ja, dat is je zou zeggen op alle slakken zout te leggen. Hij gebruikt die hekkers voor iets heel speciaals. Namelijk het volgende. En dan moet ik het volgende even van vertellen. U weet dat we leren in het einde van Shemini, staat het uitvoer in de Siddur vermeld, dat daar wordt afgeleerd dat alle vruchten, of alle dingen, vruchten voornamelijk, die in aanraking zijn geweest met bepaalde vloeistoffen, er zijn 7 vloeistoffen, het geheugensteuntje is Yad Shoga Dam, Yayin, wijn, dam, bloed, Shin Shemen, Mem Mayim, Noen, spieken, Noen, wat is de Noen? Vruchten, Sam is erop, ja. Dat, zo, nee, zo gaat de test. De test is. De test is. Weet niet. En dan is de was is honing. Al die dun vruchten die in aanraking zijn geweest met deze. Met deze vloeistoffen, die kunnen onrein worden. Water, dat is heel merkwaardig. Water, touw, wijn, touw, 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 ja, dat is touw. Dat is touw, ja. Touw, dat is touw, ja. Water, duw, touw, dat is touw, dat is van water. Touw is water van aarde, ja. Water, duw, van, ja, maar dat was en water en touw. Bieshouden, touw is toch het vieshouden? Ja, ja, we hebben bij ons. Dus de honing toch meestal. Je hebt ook vijverdadelhonig. Ja, maar de meeste echte honing. Die als appels bijvoorbeeld daarmee in aanraking zijn geweest, dat is de reden dat mensen, sommige mensen ook hun handen wassen. Tegenwoordig doen we dat niet meer, maar bij het eten van vruchten. Hè? Ja. Hetzelfde met vruchten. Met de zijde raven doen we het. Huh? Met de zijde raven. Alleen de balabais. Alleen de balabais. Maar dus met andere woorden, ja. En nu is het zo. De balabais zijn er eigenlijk geen zijde. Hoeft niet te zeggen. Wat leert Rabbi Gia? En daar sluit Abou zich aan. We kunnen volgende keer zo even op ingaan wat precies achteraan is. Dat lotogelen ook aan aas is brennu kamaim. Dat wanneer het gaat om kodoshim, om vloeistoffen van dingen die een kedusha hebben, die dus bij de tempel hebben behoord of zo, die zijn niet machsier. Die zorgen niet ervoor. Die hebben dus die eigenschap om iets indirect tamee te kunnen laten maken, hebben dat niet. Dat leert hij op een bepaalde manier uit die posoek. Met andere woorden, de Gemara probeert iedereen zijn, laat ik zeggen, zijn limoet naar voren te laten brengen op grond van problemen die hij zou kunnen, die we hem voorschotelen op grond van zijn mening. Ja? Ja. Kijk, wij zeggen, de grootste problemen heeft eigenlijk Abou. Want Abou die zegt, Loto Gal is ook Israëla, die moet zich op allerlei, er zijn nog heel veel meer voorbeelden, moet hij zich rehabiliteren, dat hij zegt, ja, hierbij, dit is toch toegestaan bij HNA, want er is weer een andere reden om het toe te staan. Gissia heeft dat helemaal niet nodig. Alleen enkele dingen, zoals hier bij die hekkers, ja, wat doet hij met een hekkers? Een hekkers is een bestaande leercombinatie die hij ook heeft. Nou, wat leert hij dan ervan? Hij heeft het niet nodig om te zeggen, ik maak de hekkers met bloed en water. Dus is bloed toegestaan om maar nodig te hebben. Dus moet hij iets anders met die hekkers doen. Dan zegt hij, ik maak de hekkers van een ander iets. Ik vergelijk het met is genoeg kamaim. En dat betekent dus dat, daar komen we volgende week op in, maar dat is een lange geschiedenis. Over 14 dagen. Lastig, maar, hoor, lastig. Het is een beetje lastig, hoor, maar
Maar het zijn wel een aantal dingen. Doordenkertjes. Ik vind het mooiste, vind ik, als ik dat zo mag zeggen, is die net van Rabbi Shimon. Die gewoon vraagt natuurlijk, ja, hoe zit het dan met, als ik kan dus de not in taam of niet not in taam van de Gideon, ik kan hem naar beide kanten kan ik hem verklaren, maar ik heb Rabbi Shimon achter de deur om te zeggen, ja, je kunt ook zeggen, het is niet zoals Rabbi Abbahu wil. Dat is natuurlijk een mooie, ja. Oké, sorry. Ja. Als we dit stukje gehad hebben, dan willen we weer een man anders doen. We willen een beetje capita selecta doen. Ja, een beetje van alles wat. Ja. De rabbijn is net komen aanfietsen, zeg ik. Ja, hij is binnen. Nou ja, goed, hij komt wel. Dan zag ik Pieter Morris in de kast leggen. Schouw, dokter Bio. Ja, ja. Even een paar minuutjes wachten op rabbijn Wolf. Oh, wij. Nogmaals, voor degene die later op de Zoom heeft ingeschakeld, volgende week maandag is het geen Zoom, alleen maar fysiek hier in het JCC. Ja, dat is pijn. Omdat ik er niet ben. Jammer, maar niemand anders kan die...